Gisteren is het nieuwe boek van Harry Mulisch uitgekomen. Het gaat over Hitler. Het heet Siegfried, een zwarte idylle. En nou, alle kanten staan er vandaag vol van. In NRC 2 pagina's, de kritieken zijn er ook al. Vrij Nederland schreef een roman op eenzame, afgrondelijke hoogte. En HP De Tijd wist na het lezen van het boek zeker dat het een schitterend boek was. Maar die schreef ook, Harry Mulisch is nu echt helemaal gek geworden. Spannende dagen eigenlijk, deze dagen. Ja, dat is leuk. Kunt u nog verbaasd zijn over... Nou, ik ben nu wel verbaasd. Ik bedoel, zo is het me nog niet... Het is me veel overkomen, in dat opzicht, maar zo nog niet. Nee. Je ziet dan ook weer wat eigenlijk al aan de gang is sinds de ontdekking van de hemel, dat ze u vergelijken met Homerus en Dante en Dostojevski. Neemt u dat eigenlijk serieus? Nou, nee. Ik vind het, kijk, dat zijn de Amerikanen die dat doen. Hè? Ja. En die zijn niet zo geremd. Als ze iets echt mooi vinden, dan hups, tweede Dante. En dat vind ik natuurlijk ontzettend. Toen ik het las voor de eerste keer in de Washington Post, schoot ik echt een lach, hoor. En ik dacht niet van eindelijk erkend of iets dergelijks. Nee. En ik heb er niks aan. Want als ik thuis ben en dan zit ik daar voor die computer. Wat heb ik dan aan het besef dat ik volgens de Amerikanen een tweede Dante ben? Mijn probleem is, wat is de volgende zin? Ja, dat helpt me niet. Nee, maar terwijl iedereen zit te denken dat u het wel gelooft. Hè? Dat was overigens ook het probleem van Dante. Ja. Ja. Maar niet het uwe. Jawel ook. Ja, het gaat erom, wat is het volgende, de volgende zin? Ja. Wat moet ik toch? Ja. Nou ja, als u zegt, wat is de volgende zin? Dan zegt u ook altijd, het schrijven van een mooi boek is gewoon een kwestie van talent. En talent, dat heb je. Daar kan ik verder ook niks aan doen. Niet je verdiensten. En dan zegt u, ik doe de dingen en God zegene de greep. Ja. Nou, dat geloof ik niet. Ja, toch is zo. Dat, dat lijkt me te... Te koket, te luchthartig. Nee, dat betekent niet dat ik maar wat doe. En in die zin, ik doe maar wat en God zegene de greep. En ik ben de tweede Dante. Nee, zo gaat het natuurlijk niet. Ik doe wat ik kan. En ik doe mijn best. En ik doe soms een dag over een zin, hoor. Dat is echt geen uitzondering. Maar goed, dan is hij ook zo als hij moet zijn. En dan denk ik, nou, God zegene de greep. En die heeft hem dan al gezegend misschien, als het echt goed is. Maar dat moeten andere mensen zeggen. Dat kan ik kan het dan niet beter dan zo. Nee. Maar dat houdt al meteen in dat zo'n boek niet vanzelf komt. In zekere zin wel. En in andere zin dus niet. Je moet natuurlijk iets hebben. Je moet een fabel hebben, hè? Of een verhaal, een intrigue. Tenminste, ik. Je kunt ook zonder dat ook mooie boeken schrijven. Maar ik wil het hebben. En bepaalde karakters en dat soort dingen en een bepaalde structuur. Nou, dat kun je allemaal bedenken, dan maak je schema's, maar dan ga je beginnen. En dan blijkt zo'n boek vaak een eigen leven te hebben. En dat het jou dicteert wat er moet gebeuren, in plaats van omgekeerd. Het is niet zo dat u het bedenkt, dat u het van tevoren helemaal bedenkt. Nee. Nou, waarom zou ik het dan nog opschrijven? Dan zou ik het dus al in mijn hoofd... Voor ons... Ja, goed, voor jullie of... Ja. Nee. Ik schrijf het vooral daarom op, omdat ik denk, nou, ik heb deze gegevens. Wat kan hier voor een boek uit ontstaan? Weet ik niet. Want je kunt met een bepaald gegeven een rotboek schrijven en een meesterwerk. Als je kijkt naar, weet ik het, grote meesterwerken en je zegt, waar gaat het eigenlijk over? Dan is het niks. Hoe doe je het? Nou, en had u nou in dit geval het idee... Dit zou wel eens een meesterwerk kunnen worden? Zo denk ik niet. Dan zou ik al vanuit het einde van het boek, als het ware, denken. Ja, maar kreeg u het gevoel niet onderhand? Ik bedoel, als je flink op streek bent. Ik dacht, dit is nu zo wonderlijk dat... Ik weet het niet. Ik dacht, er kan ook een geweldige heizen aan. Nou, die is ontstaan. Maar een geweldige heibel. Want het is, je hebt het nogal over iets, hè? Over Hitler. Maar ik dacht, ik heb eigenlijk niks te verliezen. Nou, dan had ik een volgens die mensen slecht boek geschreven. Heb ik alles eerder gedaan trouwens. Ja? Maar dat moet dan zo zijn. Wat was het? Nou ja, ik heb een boek geschreven waarvan de meeste mensen zeiden, dat is nou niks. Wat was de Verteller. De Verteller.
En dat is heel gecompliceerd in elkaar gezet. Postmodern zou het tegenwoordig heten, maar het is langer geleden. Dat is ook niks. Nou, daar willen de meeste mensen niet aan. Oké, ik sluit me bij ze aan. Dat ja, niet... vond u dat zelf achteraf ook? Nee. Als ik weer moest schrijven, zou ik weer precies zo doen. Het was het idee, je kunt over de oorlog... kun je op een hele ingewikkelde manier een heel eenvoudig verhaal vertellen. Dat is gebeurd in het vertellen. Of je kunt op een hele eenvoudige manier een heel ingewikkeld verhaal vertellen. En dat is de aanslag. En dat spreekt meer aan. Ja, tuurlijk, maar dat beide mogelijkheden, voor iedereen. Ja. Beide mogelijkheden wou ik gebruiken. Ja, nou, dat kan me voorstellen. Maar waarom hebt u... Kijk, ik heb hier nu... Kershaw op tafel liggen. Een studie over Hitler in twee delen. Het laatste deel is net in november van het afgelopen jaar uitgekomen. Maar er zijn duizenden boeken over, echt duizenden boeken over Hitler geschreven. Meer dan 100.000. Nou, hier, kijk eens aan, meer dan 100.000. Waarom hebt u zich dan nu toch weer aan Hitler willen wagen? Omdat allemaal hebben ze een theorie. Hij is een verkapte homoseksueel. Het komt door zijn jeugd, zijn vader sloeg hem. Het komt door een gasverblinding die hij heeft gehad in de Eerste Wereldoorlog. Het komt door de economische situatie in Duitsland. Noem het maar op. En steeds is hij weer iets. Hij is zo. En ik dacht, nee, wat het met die man is, die is niets. En dat vind je in al die boeken niet. Want ja, hoe moet je daar een boek over schrijven? Althans, een studie over schrijven. Dat kan je alleen als je een roman schrijft. Waarom dacht u dat het niets was? In de eerste plaats omdat er zoveel theorieën mogelijk zijn gebleken over hem, die ik net opnoemde. Dat is al een veegteken. Dat je zoveel kan zeggen, zoveel kan je niet zeggen van Stalin. Dan kan je misschien 2 of 3 theorieën, maar dan heb je het gehad. Maar niet 100.000. Dus dat lijkt er al toe, hij is dat allemaal ook niet. En zolang je dat zegt, dat hij dat en dat en dat is, is hij ontkomen. Dan was hij weer de sterkere. Dus ik dacht, nee, ik val hem nu in de rug aan. En zeg, het is een masker met geen gezicht erachter. De jeugd, de economie van het land, of dat allemaal. Of de Pruisische militaire traditie, of alles is er bedacht. Ik zeg, het is een masker waar niks achter zit. En dat is een kracht. Dat is die zuigkracht, die leegte die is, wat de mensen in hem zoog en al die vreselijke dingen deden die hij wilde dat er gedaan werden. Niet zelf. Hij heeft nooit iemand doodgeschoten. Ja, 1, zichzelf. Maar verder heeft hij, Eerste Wereldoorlog weten we niet, vermoedelijk niet, want er was een ordonnans. Waardoor die mensen deden wat hij wou. En dat is een van de stellingen van hem, wat ik goed vind, de Kershaw, dat hij zegt, de mensen deden dingen in zijn geest, zonder dat u het hoefde te bevelen. Maar ze wisten... En hoe kwam dat dan? Nou, dit. Omdat ze in hem veranderd waren. En waar komt die kracht dan vandaan? Uit het niets. Uit het niets. U vergelijkt hem ook in het boek, want dat is zo mooi beeldend, met het zwarte gat. U zegt, hij is het zwarte gat. En waar alles in verdwijnt. Waar alles in verdwijnt. Mm-hmm. Oh. Maar het zwarte gat zelf is niks. Ja. Dat heeft een omvang van 0. Het is niets, maar alles verdwijnt erin. En is voorgoed weg uit het heelal. Nou, zegt u, het zou zo mooi zijn... Als er met mijn verklaring... Er een eind aan maakt. Er een eind aan maakt. De endlösung, zegt u, der Hitler-vragen. Wat een toespeling is op die endlösung der Juden-vragen. Precies. Goed. Nou. Is dat gebeurd? Voor denkt mij wel. U? Voor mij wel. Voor u wel? Ik. U bent klaar met Hitler? Ja. Nu? Ja. Niet dat ik nu ineens niet meer door hem gefascineerd ben. Nee. Want dat ben ik. Want hij blijft wat hij is. Maar ik weet nu waarom dat zo is. En waarom al die Duitsers en Oostenrijkers uitgevoerd hebben wat hij wou. Zonder het te hoeven zeggen. Ja. Maar denkt u... voor u is hij klaar. En u hebt het nu voor uzelf verklaard. Ik vraag eerst nog een keer. Dat idee van... Dat u zegt Hitler is een nul. Hij is het zwarte gat. En 0 keer 100.000 is ook 0. Dus alles verandert. Alles vernietst. Wordt vernietst. Ja. Vernietigd ook. Ja. Dat idee, had u dat nou voordat u dat boek ging schrijven... of ontstaat dat idee tijdens het boek? Nou, ik had wel zo'n beetje zo'n idee. Maar
pas in dat boek ging ik het uitwerken. En niet eens zozeer ik. Het wordt uitgewerkt door de hoofdpersoon van dat boek. Ja. En dat is een schrijver die echt op mij lijkt. Rudolf Herter heet hij. Zelfde ritme Adolf als Hitler. Goed, ja. En ik heb dus die theorie... Harry Mulisch, zelfde ritme. Ja, goed. Ja. Maar ik heb die theorie niet ontwerpen. Kijkende naar Hitler en ik dacht, nu maak ik die theorie van niet. Nee, het is via die Herter gegaan. Want die Herter denkt dat allemaal. Ja. En daardoor zijn mijn gedachten ook veranderd. Jawel, dat is zo'n zo'n man. Die is niet ik, zonder meer. Die zou die theorie, als hij niet aan zijn eind was gekomen... misschien gepubliceerd hebben in een boek of in een krant. Ik zou dat nooit in de krant hebben geschreven of in een boek. Nee, dat is zo lekker van dat je het in een boek kan schrijven. Ja, nee, goed. Ja. Oh. Ja, maar ik wil me niet eronder uitkomen. Ik wil alleen maar zeggen... dat als je zo'n iets doet, zo'n theorie opstelt... via een ander wordt die theorie anders dan jij hem zelf had opgesteld. En hoe wordt hij dan anders? Ja, zo'n soort man. Maar die soort man, ik bedoel... Ja. Dat in dit geval bent u dat gewoon schaamteloos. Ik bedoel, u portretteert uzelf. Nee. Het is geen ontkomen aan. Dat hij gaat veel verder dan ik gegaan zou zijn. En dat heeft hem zijn leven gekost. Ja. Zo, moet je kijken. Godzijdank. Ja, blijf gezond. Ja. Vol weer op. Ja. Maar, nou zegt u, hij is voor mij verklaard, hè, Hitler. Ik ben er min of meer klaar mee. Hoopt u nou ook dat wij er ook klaar mee zijn? Als we dat boek gelezen hebben? Ja, nou ja, kijk. Een roman is een roman. En als je een studie schrijft, non-fiction, dan moet het waar zijn of niet waar zijn. Een roman is niet waar of niet waar. Die is hoogstens waarachtig of overtuigend, maar dit is heel ergens anders. He, dat is in de... Ja, maar u bent niet gek. Nee. Dus... Hoe merk je dat op? Ja, nou ja, dat staat dus in de HP, dat u gek geworden bent. Ja. Maar op een leuke manier. Nee, maar als u zegt... Ik heb het nu voor mijzelf verklaard. Dan denk ik dat u hoopt dat u het ook voor ons verklaard hebt. En wij zijn dan ook nog wel zo dat we dat misschien wel willen aannemen. Nou, ik hoop het. Dat hoopt u ik wel? Hoop het, ja. Ik bedoel, ondanks het feit dat het een roman is, hoopt u dat? Tuurlijk, ja. Ja. Dat ze Herter geloven. Ja, oké. Okay. De schrijver in het boek. Ja. Maar het is natuurlijk ook dat ik dat aan hem uitbesteed. Ja. Een kwestie van bezwering. Ja. Want het is natuurlijk gevaarlijk terrein. Hm. Het is de linkersoep. Linkersoep is het, ja. Hoe lang hebt u erover gedaan? Nou, niet zo lang. Twee jaar? Iets meer dan 2 jaar. Dat is niet lang voor mij. Dat is niet lang. Nee. Maar dat wil dus wel zeggen dat u zich 2 jaar lang in Hitler hebt zitten graven. Ja. Lijkt mij geen pretje. Nou, ja, ik weet niet. Kijk... Als je zoiets doet en het lukt, dan ben je toch tevreden. Ja, natuurlijk. Ook al gaat het over iets. Maar je moet wel die 2 jaar door. Ja, maar ik heb geen moment gedacht, was het nou maar af? Want het grijpt me te veel aan. Nee, ik dacht, het gaat goed. Mijn boek. Het blijft voor u werk. Ja. Een boek. Maakt het uit? Ja, maar niet in de zin van, ach, het is maar een boek. Nee, maar dat bedoel ik niet. Ja. Maar maakt het uit of het over Hitler gaat of over Bach? Ja, en dan is dit enerverender. Ja. Want u zit er zo in dat als je het leest, dan... En u beschrijft bijvoorbeeld dat lijf van Hitler... en hoe Eva Braun de nagels van zijn tenen knipt. Dat is allemaal gebeurd, vermoedelijk. Ongetwijfeld. Ja. Maar u beschrijft dat witte, enge lijf, wat ik dan ook... Wat hij haatte de zon. Ja. Altijd die grote kleppen aan zijn pet. Wat voor koosnaamtjes hij Eva Braun. Ja. Eentje heb ik opgeschreven. Schnaxi. Ja, dat is Oostenrijkse. Oostenrijkse. Schapperl, Schnaxi. Schapperl en Schnaxi. Dat zijn Oostenrijkse koosnaamtjes. Ja. Maar ik zeg dat allemaal om... Dat is allemaal waar, overigens. Hoor. Is het waar? Dat hij dat zo noemde. Oh ja? Ja, nee. Wat hebt u niet verzonnen? Nee, maar nee. Ik heb helemaal niet verzonnen. Nee. Ik bedoel, vroegere bediendes van hem hebben hun memoires geschreven. Bijvoorbeeld op een gegeven moment, als in mijn boek vertelt die man die zijn bediende was... dat hij binnenkwam bij hem en dat hij op de rand van het bed zat... helemaal verwilderd, hijgend. Ja. En zei, hij was hier, had een nachtmerrie gehad.
heb ik niet bedacht. Dat is echt waar. Een van die bediendes, ik meen dat Linge is, ja, ik heb zoveel van die boeken gelezen, ja. Die vertelt dat. Ja, je weet ook niet wie die bedoelt, of voor wie kan Hitler bang geweest zijn. Maar het was wel zo. Ja. En dat gebruik ik dus, en nog eens een keer aan het eind, voor Hertha zelf. Hè? Ja, nee, maar ik vertel het zo uitgebreid om te attestueren dat het mij geen pretje lijkt om met die man 2 jaar bezig te zijn. Maar goed, daar hebt u op geantwoord. Wat u doet is het echtpaar dat, en dat kan ik zeggen omdat ik het u gisteren op de televisie, u liet het de verslaggever zeggen, dat echtpaar dat de zoon van, het gaat dus over dat Hitler een zoon heeft, het echtpaar dat de zoon verzorgde, die noemt u Falk. En die mevrouw die dat kleine jongetje verzorgt, die heet dus Falk en die wonen daar op die, bij Hitler in Berchtesgaden, op die berg in dat enge ding. En Falk heette de huishoudster die maar u als opgevoed. Jongetje heeft opgevoed. Oh. Waarom doet u dat? Het kan toch moeilijk een ode zijn aan de huishoudster van wie u veel hield, geloof ik. Die huishoudster was geen nazi, die was daar bediende, kelnerin, die schonk hem koffie in. En die moet een naam hebben. En die voedt intussen dat zoontje op. Dus dacht ik, ik noem me Falk. En daarmee maak ik van mijn vader een beetje Hitler natuurlijk. Hè? Ja, dat, nou, ja. Dat, ik wou net zeggen, ja, ja. Ik wil geen psychologie van de kou grond bedrijven. Nee, geen psychologie van de kou. Dit is bedoeld. Ja. Dat is niet onbewust of zo. Ja. Nee, ja. Nou, ik ben daar altijd reuze bang voor, want vroeger moest je dan de schrijver uitleggen. En we hebben wel eens een gesprek gehad dat u zei, daar ben ik zelf ook altijd verbaasd over. Dus ik stel mij voorzichtig op. Maar dat dacht ik ook. Ik dacht, die vrouw voedt nu het zoontje van Hitler op. Die vrouw van die naam heeft u opgevoed en u hebt nooit onder stoelen of banken geschoven dat uw vader niet goed was in de oorlog. Ja. Nee. Ja. En Hitler was ook fout in de oorlog. Hè? Is dat zo? Bent u daar achter gekomen? Dat zeggen ze, ja. Ja? Ja. Ja. Ja, maar goed, hij moet een naam hebben. En dan ligt voor mij, zoals mijn denkwereld in elkaar zit, kan ze niet anders dan Falk heten. Zoals mijn huishoudster, die me opgevoed heeft. En de voornaam, de echte Falk, mijn Falk, heet Frida. Zo heet uw dochter. En daar heb ik weer een dochter van mijn naam. Ja, maar dat vind ik toch. Ik bedoel, ik kan me voorstellen, als u veel van die vrouw gehouden heeft en die heeft veel van u gehouden, dat je je dochter Frida noemt. Dat is mooi. Dan, goed, hè? Dat is de ene kant. Dat is de ene kant. De andere kant is dus dit. Dat ze ook het zoontje van Hitler opvoedt. Ja. Ja, maar wie heeft ze daar... kijkt toch een beetje ook met satanisch genoeg vanuit dat soort grappen. Die... Maar wie heeft ze daar opgevoed? Dat is die man die nou beweert dat hij Hitler zo goed begrijpt. Hoe kan je Hitler zo goed begrijpen als er niet wat Hitlerachtigs in je zit? Dus in zoverre klopt dat. Wat zit er dan in? Nou ja... Ja, misschien ook zoiets... 2 jaar over nagedacht. Ja. Nou, ik heb over hem nagedacht. Het is geen oude. Ik zie het niet als een portret. Nee, maar van goed, mij. Maar als u zegt er zit iets van. Ik kan dat zo dat doen, want er zit iets van Hitler in. Maar dat zeg je niet zomaar. Nee. Maar je kunt alleen maar iets begrijpen wat al in je aanwezig is. Anders kan het niet. En dat is, kunt u zeggen wat het is? Nou dan? Ja, het is, kan je dat omschrijven? Het is een beetje het tegendeel van liefde. Als je verliefd wordt op iemand, dan zit dat in jou. Dan verleen jij iemand die status waar je zegt, ik hou van je. Dus er is iets van haar of hem al in jou. Anders zou je dat niet in die vrouw of man kunnen zien. Maar dat is, maar dan nog, ik bedoel, dat is zo mooi voorstelbaar, omdat het over houden van gaat. Maar zo gauw is Hitler het onderwerp en dan... Gaan we heel haten. Ja, maar misschien gelden daar een beetje dezelfde mechanismes voor. Dat, je hebt mensen die haten, outsiders, Turken, buitenlanders. Mm. Ja, en dat zijn dus mensen die zelf op een of andere manier buitengesloten zijn. En eigenlijk zich niet thuis voelen in het leven. Maar als u, nog even, als u zegt er zit iets van in mij, wat voor soort slechtigheid zit er dan in u? Moet je kunnen benoemen. Ja, nee, maar dat is nou juist... Dus als mensen kunnen zeggen, iedereen heeft iets in zich. Iedereen kan discrimineren, bijvoorbeeld. Ja, ik heb het er altijd moeilijk mee als mensen dat zeggen, want... Nou, het is natuurlijk niet waar. Maar... Niet iedereen
discrimineer. Nee. Je hebt ook nette mensen. Hè? Ja. Maar ik kan alleen maar op die vraag antwoorden. Wat zit er dan van hem in mij? Ja. En dan, in aanzien op dit boek zeggen, niets. Ja. Want ik heb hem aangewezen als het niets. Maar goed, niets dan met een hoofdletter. Dat zoiets zit er kennelijk in mij. Oh. Ja. Iets waar u bang voor bent ook? Nou, ik beheers het. Nee, daar ben ik niet bang voor. Nee. Die schrijver Kershaw van die enorme studie over Hitler... Die zegt iemand over zichzelf... Hè? Iemand die denkt nog iets toe te kunnen voegen... aan wat er over Hitler geschreven is... moet een ego hebben zo groot als Hitler zelf. Ja. Nee, hoe weer, want waar had hij dat boek nog niet gelezen? Ja, ik leg het u voor, omdat ik denk, maar als ik u voegt dus een, daar weer iets aan toe... Ik heb er dus niets aan toegevoegd. Ja, dat is, dan komt u mooi weg, omdat u zegt, omdat u hebt bedacht dat Hitler... Ja, maar daar komt Hitler ook mee weg. Dat is het afschuwelijke. Ja, maar niet bij mij. Daar komt u bij mij niet meer weg. Ja. Want dat is een mooie woordgrap. Ja, ik heb er niets aan toegevoegd. Maar dit is een keurig nette... Engelsman. Ja. En die Engelsen, die hebben niks met Hitler. En dat valt echt te prijzen in ze. En een Hitler had in Engeland ook nooit een kans gehad. Dus die weet alles. Die man weet veel meer dan ik. Ja, die weet alles, ja. Maar hij begrijpt minder. Want hij heeft niet begrepen wat u begrijpt. Daarom begrijpt hij minder? Nou ja, nee, het is niet alleen mijn fascinatie... Voor Hitler, die hij ook heeft. Maar ik heb, anders schreef je niet zulke dikke boeken. Maar ik heb ook een fascinatie voor de fascinaties die de Duitsers hadden voor Hitler. Dat je denkt, hoe kunnen ze dat toch achter die nul... Daar zou ik graag met u over praten, maar dat geeft ons de tijd niet. Hoe kan dat hele volk achter die man aan? Nou, dat zeg ik omdat ze in dat vacuüm gezogen zijn. Dat heeft zich met die mensen gevuld. En al die mensen, niet allemaal, maar heel veel daarvan... heeft dat het leven gekost. Ja. Niet alleen Russen, Joden, maar ook Duitsers. Honderdduizenden en miljoenen. Ja. Nou, even nog iets anders aan het eind van het programma. Die herter, die schrijver waar het in dat boek over gaat... die dit allemaal bedenkt... die hebt u gewoon geschapen naar uw evenbeeld. Naar mijn evenbeeld. Dat is duidelijk. En ik doe even één citaatje. Ja? Hij droeg zijn groene tweedpak dat tot taak leek te hebben... zijn smalle, breekbare, welhaast doorzichtige lichaam bij elkaar te houden. Na 2 kankeroperaties en een hersenbloeding voelde hij zich fysiek... als een schaduw van de schaduw van wat hij eens was. Hebt u er behoefte aan om u zo breekbaar te beschrijven? Nee, maar ik heb nu een Manchesterpak aan om het bij elkaar te houden. U bent een... hele frelle man nog maar. Nee, maar ik vond, als ik iemand zo na kom als Hitler... dan moet ik ook mezelf blootgeven. Pak uittrekken. Ja. Nou, het leek me een kwestie van fatsoen. Ten opzichte van Hitler? Ten opzichte van mezelf, ten opzichte van Hitler. Hitler had daar geen last van, dat soort problemen. Nee, maar waarom had u er last van? Ja, waarom heb je last van fatsoen ten opzichte van Hitler? Ja... Nou ja, zo werkte het, ik weet niet. Het is niet dat ik denk, ik moet die man sparen of wat. Maar ik dacht, als je iemand, dan gaan we wel weer, was het wel iemand, zo te lijf gaat, dan moet je ook jezelf laten zien. Wie doet het? Ja. Terwijl, als er toch iemand gesteld is op een mooi uiterlijk, als er iemand houdt van er mooi uitzien, wie kan er zo poseren als u? Hè? Hitler. Je kan ook heel goed poseren. Ja. Nou ja, misschien is dit het dus. Ja. Ja. Heel hartelijk dank, meneer Mulies, voor het gesprek. Ik hoop dat u 120 wordt. Hoopt u dat ook? Doen we. Ja? Ja, weten we zeker. Mag ik